Ik sta hier voor de bakkerij van Klaas Hartog, die hier vele jaren met heel veel liefde voor zijn vak de scepter heeft gezwaaid. Maar zoals in het leven aan alles een einde komt, vond hij het ook tijd worden om het stokje door te geven. Aan niemand minder dan zijn eigen zoon Martijn. Nou, hoe leuk is dat? En gelijk reden genoeg voor ons om eens terug te blikken op die bewogen jaren. Ja, en ik ben natuurlijk heel benieuwd wat Klaas de Bakker, bij ons wel bekend in het dorp, te vertellen heeft. Want het zijn natuurlijk heel veel dingen die aan de orde komen. Goedemiddag Klaas. Dag, ja. Alize. Hartstikke Hallo. Leuk om eens eventjes langs al die jaren heen te gaan. Wat jou zo bewoog om je vak met zoveel liefde uit te oefenen. Ja. Dus we beginnen helemaal bij het begin. Gaan we doen. Hoe kwam jij zo in dat bakkerswereldje terecht? Nou, dan spreek ik over augustus 1983 en ik was toen nog melkboer en ik had heel veel contact met Steven de Graaf. Betrok ook spullen van hem. En op een gegeven moment kwam ik te horen dat hij feitelijk van zijn winkel af wilde. Ja, en had ik best wel oren naar. En ja, om een lang verhaal kort te maken, zodoende zijn er goede contacten ontstaan. En zijn we het eens geworden met Steven en zo hebben we de zaak over kunnen nemen. Ja, waar bestond die zaak dan uit? Hoe groot? Hoeveel personeel had je bijvoorbeeld? Destijds hadden wij had Steven de Graaf, moet ik zeggen. Die had zelf een eigen banketbakkerij, zeg maar. Daar waren dus twee mensen in werkzaam. En in de winkel werkten destijds twee winkeldames. Mm-hmm. En daar kwam ik dus als vijfde persoon bij. Mm-hmm. Wat was jouw streven? Mijn streven was altijd om een gezonde en een actieve en een mooi bedrijf op te richten. En werk te doen met veel liefde en veel plezier. Maria, het is wel heel bijzonder, want jij werkt al 40 jaar in een bakkerij. Je bent bij Steven begonnen en je hebt de overname meegemaakt toen Klaas kwam. Was er een verandering? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het ging allemaal zo vanzelf, want Klaas die was natuurlijk melkboer geweest. En toen kwam hij in de bakkerij. En ja, dat was van Klaas was natuurlijk ook heel wat bijzonders. Maar die had natuurlijk hartstikke goed gedaan, maar nee, de verandering, nee. Echt heel niet zo'n erg in gehad. Het ging gewoon fantastisch met elkaar. Het klikte meteen. Ja, want het was best wel een grote gok, vind ik. Ik bedoel, je kwam het melkboer wezen, je betrok wel wat koek en brood, hè? Al van Steven, ja. Maar dan ineens zo in een compleet andere wereld. Ja, daar heb je helemaal gelijk in, maar... Je moet niet vergeten, het verkopen, zeg maar, het omgaan met mensen, ja, dat zat gewoon in mij. En dat veranderde niet toen ik de winkel van Steven overnam. Want ik heb zeker de eerste 10 jaar dat ik eerst morgens begon met een stukje productie, zeg maar. Maar daarna stond ik van 7:30 tot 6:00 gewoon in de winkel klanten te helpen. En dat, ja, ik voelde me als een vis in het water. Dat was mijn ding. Een goede zet dus. Maar 2 jaar later brei je voor het eerst uit. Ja. Hoe gevoelig zijn klanten daarvoor? Nou, die uitbreiding had er veel mee te maken dat ik het zelf nodig vond om een nieuw interieur aan te schaffen. Want daar ben ik dus feitelijk toe mee begonnen, met een nieuw winkelinterieur. En dat gaat weer helemaal een nieuw licht op de zaak. Niet alleen voor de klanten, want dat is wel het belangrijkste, maar ook voor mijzelf. Het gaat weer een hele nieuwe beleving. En we hebben dat ook goed kunnen merken in de ontwikkeling van de omzet. Jannie, samen een winkel runnen met gelijk ook een groot gezin erbij, was dat niet zwaar? Ja, vaak wel. Maar het sterke geslacht heet dat, hè? Oh ja? Wij zijn opgevoed natuurlijk, moeders thuis en vaders werken. En we hadden allebei onze eigen taken. Ja, ja. En ja, dat ging met vallen en opstaan. Hoe vond je dat Klaas de Thee als ondernemer? Nou, wel erg goed. Ik had altijd veel vertrouwen in hem. En dat heeft hij eigenlijk nooit beschaamd. Dan gaan we eventjes een hele stap verder, 12 jaar later. Dan zitten we in 1995. Dan neem jij de zaak definitief over. Nee, ja, nou definitief over. Ik had de zaak al overgenomen, maar ik huurde het pand. Ja. Ik stond namelijk bekend als zeg maar officieel ingeschreven Klaas Hartog, exploitant, warme bakken Steven de Graaf. Ja. Zo stond ik ingeschreven. Dat veranderde inderdaad in 1995. Ja, toen was ik in de gelegenheid om het pand te kunnen kopen. En Steven de Graaf heeft daar zijn volledige medewerking aan verleend. En toen zijn we ook onder eigen vlag gaan varen. Ja, want je had een goede relatie met Steven. Bijzonder goed. Heb je ook van hem geleerd?
qua productie en verkoop niet. Want verkoop zat sowieso al, ik heb al veel ervaring gedaan langs de weg. He, tot 9 jaar melkboer, dan doe je toch best wel veel ervaring en mensenkennis op, dat is sowieso. En in de productie zelf heb ik dus van Steven niet zo heel veel geleerd, omdat Steven op de palingweg zat en ik hier. Dit is feitelijk met de bestaande mensen die we hadden, soms zijn we dus eigen geworden, ook in de productie. Wat is er nou zo leuk om te werken in een bakkerij? Ja, ten eerste dat je met mensen omgaat natuurlijk waar. En ja, dan kun je nou eens een keer praten. Dat weet je. En ja, ik vind ook de handel op zich. Ik ben van jongs af aan heb ik in de koek gezeten. En vroeger had ik begonnen in de Timmer van Wijd eigenlijk, van ouds al. En toen naar de graasbakkerij, naar Steven en daar gewerkt en toen. Maar Steven in de winkel. En ja, nu altijd in de winkel. Ja, contact met mensen is belangrijk. Ja, mensen die in de bakkerij komen, die vinden dat fijn. Ja, hartstikke fijn. Ook dat je eens een keer wat vraagt of zo. En als er wat gebeurt met sommige klanten, dan stuur ik even een kaartje, weet je wel. Wat is nou het verschil tussen een koude en een warme bakker? Ja, dat is een goede vraag. Koude bakken moet je zo zien dat iemand anders dus de productie voor je verzorgt. Dus het wordt niet ter plekke bij de winkel zelf geproduceerd. En bij een warme bakker, dan spreek je daar echt van een winkel. En daarachter een bakkerij, waar dus brood, kleibrood, koek en baket geproduceerd wordt. Daar spreek je dus echt van een warme bakker. Dat is het verschil. En dat weet je toen. En dat was een goede zet van je. Want een paar jaar later moest je alweer de winkel verbouwen. En dan werd hij wel bijna de helft groter weer. Ja, dat klopt. Het was een hele goede zet zelfs, want al heel gauw bleek dat wij, we hebben diverse brulsoorten hebben we zelf ook ontwikkeld en met een eigen recept en dat soort dingen. En dat sloeg heel goed aan. En op een gegeven moment was het zo dat de mensen stonden buiten te wachten. Ik kon niet meer. Dus in 1997 was het geloof ik, of 95? 97. In 1997 moesten we echt weer verbouwen, want ik zat aan mijn plafond. Het kon niet meer. Ja. Zodoende. Dus, en toen hebben we de winkel ook een kleine 25 vierkante meter groter gemaakt. We hebben twee kassen gedaan, twee snijmachines. En toen liep het echt fantastisch vanaf dat moment. Een stijgende lijn, hè? Dat streven wat je had, dat ging de goede kant op. Ja. Hoeveel soorten brood zijn er bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat wij, als we alles bij elkaar rekenen, dat er tussen 30 en 35 soorten brood zitten. En dan praat ik alleen maar over grootbrood en niet over de soorten kleinbrood die we in ons assortiment hebben. Nou, de klant is heel gevoelig hè, voor nieuwe ontwikkelingen. Tegenwoordig heb je ook speldbrood. Ja, klopt. Hoe speel je daarop in? Dat doen wij altijd aan mee. We proberen in ieder geval wel nieuwe producten in de markt te zetten. Dat is sowieso. En dan zijn er bijvoorbeeld het molenbrood, zeg maar. Dat hebben we echt heel bewust in de markt gezet. Op een hele goede manier. In de samenwerking met de plaatselijke molenaar. Ja, en dat is gewoon een heel groot succes geworden. Maar het gebeurt ook wel eens dat we een nieuw soort brood ontwikkelen en proberen in de markt te zetten. En dan lopen het niet. Ja, en dan halen we het toch uit het assortiment. Ook dat gebeurt. Waar ben je nu mee bezig? Ja, ik ben nu bezig met de krentenbollen aan het inpakken. Die gaan naar de winkel toe. Oké, en dat zijn er een heel stel volgens mij, Dat zijn er een heel stel, ja. Dat is heel simpel werken, dat kan iedereen. Ja, is dit een beetje je plekje? Want wat is eigenlijk een beetje je plekje hier? Nou, eigenlijk sta ik het meest in de winkel. Ja? Ja, en af en toe val ik als in de bakkerij als er een bakker ziek is. Of als er mensen op vakantie zijn, dan ik heb wel alle diploma's, zeg maar. Ik kan wel werken in de bakkerij, maar echt mijn plekje is in de winkel. Ja, je bent wel een allrounder. Ja, ja. Ik hoop altijd een beetje een gastheer te zijn. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Wat is de charme van een bakkerij? Ja, dat is mensen die komen een broodje halen. Dat is gezellig, dat is leuk. Die hebben er zin in, het ruikt lekker. Dat is zeker. Ik vind het belangrijk dat de dames vriendelijk zijn. Ik hoop altijd een beetje dat mensen hier komen dat ze denken, ja, het is een gezellig sfeertje, gezellig naar de bakker. En dat is een beetje de charme van ons bedrijf. Nou, dat zeg jij, want tegenwoordig willen mensen een beetje beleving, hè? Ja, dat zijn wel hele hippe woorden, ja. Beleving. Ja. Hey. Hoe leuk is het als vader, als eigen zoons interesse tonen in wat jouw leven is? Ja, dat kan ik je bijna niet vertellen. Dat is gewoon geweldig. En toen wij dus na al die verbouwingen werden we steeds drukker. En toen Peter Klaas is feitelijk bij ons komen te werken en hij had ook best wel oren naar. En ja, het was ook zijn ding feitelijk. Hij deed het ook met heel veel plezier. Ja, en dan is het toch als vader en zoon is het toch geweldig als je dat soort dingen samen kunt doen. Altijd goed gegaan.
perfect. Ja, en later kwam Martijn erbij. Ja, inderdaad. Ja. Later kwam ook Martijn erbij. En Martijn, dat was de bedoeling dat Martijn dus in de winkel ging werken. Dat was echt ook, ja, of dat van zijn vader had, dat weet ik niet, maar dat was ook zijn ding. Hij voelde zich als een vis in het water in de winkel. En tot op heden gaat dat geweldig. Hij gedraagt zich ook als een soort gast, ja. En zo hoorde het ook. Ja. Nou, zijn we druk aan de gang, hè? Jazeker. Hoe laat ben jij vandaag begonnen? Om 2:30. Vannacht? Vannacht om 2:30. Tjonge, jonge. En tot hoe lang moet je nog daar? Tot 12:00. Ja. En dat is een beetje standaard zo, dat jij zo vroeg begint? Nou, niet elke dag, hoor. In het weekend wel. Mm-hmm. En aan het begin van de week mag ik een keer uitslapen. Ja, dat kan jij goed. Zo, jawel hoor, dat gaat prima. Want ik bedoel, je hebt een heel ander leven eigenlijk, hè? Ik heb op zich best wel een vrij leven, vind ik. Mm-hmm. Met half vrije tijd. Ik ben elke middag thuis. Weinig oppas nodig voor de kinderen. Ja. Nou, wat wil je nog meer? Jij doet dat al vanaf de schoolbanken. Hoe ben jij zo in de bakkerij begonnen? Nou, ik had geen zin meer om door te leren naar mijn MAVO. En toen heb ik eerst een poosje de praktijk of de verkoopopleiding gedaan. En dat vond ik helemaal niks. En toen ben ik eigenlijk de bakkerij ingerold. En dat bevalt goed? Dat bevalt uitstekend. Hier voel je je echt thuis? Ja. Hoe is het om in een familiebakkerij te werken? Ja, prima. Daar heb ik nog geen problemen mee gehad. Nee, dus, altijd goed. Ja. Wordt er bij jullie thuis veel over het bakkerswezen gesproken? Hoort dat er gewoon mee, helemaal bij? Momenteel valt wel mee, want zowel Peter Klaas en Martijn zijn beide getrouwd. Maar toen ze nou bij ons in huis waren, was het onderwerp van, ja, dat kwam regelmatig aan de orde. Ja. Kan bijna niet anders, hè. Mm-hmm. Wat is nou typisch jouw vader? Typisch pa. Wat is typisch pa? Hij kan nog wel eens... Ik moet het zeggen, een beetje dwars wezen soms. Ja? Ja, een beetje zo'n... Beetje nossig? Een beetje nossig, ja. Ja. Nou, dat valt nog wel mee, maar... ja. Af en toe heeft hij wel eens van die nukken. Ja. En de goede kanten? Altijd positief. Ja. Nou, heeft voor mij natuurlijk heel wat betekend. En... ja, ik geweldig. Ik heb altijd met plezier met pa gewerkt. Ja, en jij bent een beetje een mix van Martijn en je vader. Ja, ik denk het wel, ja. Martijn is misschien wel iets te goeig soms. En pa die was wel, die kan op zijn tijd recht boven staan. Ja, dat houdt het een beetje in evenwicht, hè? Ja. Ja. Lijk jij een beetje op je vader? Ja, een beetje hetzelfde? Vind ik wel, ja. Qua karakter wel, ja. Ja, waar zie je dat in? Ja, een stukje eigenwijsheid hebben wij allebei wel. Ik denk dat onze hele familie dat heeft. Oh ja, dat heeft een beetje nodig om bakker te worden. Ja, ik weet niet of je het nodig hebt, maar dat zit een beetje in onze aard. We denken het graag allemaal dat we het heel goed weten. Ja, maar ja, je vader is er ver mee gekomen. Ja, hij is er heel ver mee gekomen, ja. Ja, hij heeft heel veel opgebouwd. Zelfstandig ondernemen zijn brengt veel verantwoordelijkheid ook met zich mee. Ja. Vond je dat moeilijk? Want ik bedoel, ineens had je personeel onder je hoede. Klap. Je moet wikken en wegen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Dat was best wel een van de moeilijke dingen, ja, om te gaan met personeel. Ik was dat namelijk nooit gewend. In die tijd dat ik melkboer was, had je dan een zaterdaghulpje. En de vrouw die sprong regelmatig bij. Maar dat was het dan ook. En nu krijg je dus in één keer met personeel te maken. Personeelszaken, het zit wel eens niet lekker bij personeel zelf. Je hebt zelf wel eens problemen met personeel. Natuurlijk, ik bedoel... Soms voelde ik me wel eens een maatschappelijk werken. Want dan kwam dit naar je toe en dan kwam dat naar je toe. Best wel moeilijk, ja. Maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, in de loop der jaren leer je ook heel veel. Ook daar leer je veel van. Ja, daar leer je heel veel van. Dachten jullie ook altijd hetzelfde? Of had jij wel eens zoiets van, ik denk beter dat we dat zo kunnen gaan doen. En Klaas net andersom, nee. Of? Dat zal er wel geweest zijn dat we verschillend dachten. Maar meestal had ik toch wel zoveel vertrouwen in mijn man dat ik dacht van, nou, hij is wel doorslaggevend. En ja, dat heeft hij ook altijd laten zien dat dat zo was. Mm-hmm. Bij ziekte spring jij wel eens in, hè? In de winkel. Ja. Hoe bevalt dat? Nou, vind ik erg leuk. Ik sta graag in de winkel. Niet 's middags liever niet, alleen 's ochtends. Ik ben eigenlijk dan toch wel een ochtendmens. Dat vind ik erg leuk, afwisselend en gezellig. Klanten omgaan, dan ken je ook veel mensen die je bij de voornaam noemt. En dat is toch altijd wel samenbindend en vertrouwend. Ja. Mm-hmm.
Ja, we kunnen er niet omheen. Supermarkten kopen, verkopen tegenwoordig ook alles. Hoe ga je daarmee om? Nou, je kunt twee dingen doen. Je kunt, uiteraard is een supermarkt natuurlijk altijd een concurrent van je. Dat blijft gewoon zo. Maar je kunt ook op een andere manier samenwerken met een supermarkt. En dat zijn we dus ook gaan doen met de Jumbo. Tot volle tevredenheid van beide partijen. En ja, natuurlijk, je hebt ook met brood verkopen te maken. Maar dan moet je maar zorgen als warme bakker dat je toch het onderscheid kan tonen aan de klant. En zodoende de klant bij je in de winkel komt en blijft. Ja, bijna 32 jaar denk ik, hè, in het bakkerswezen. 8 augustus 1983 ben ik begonnen, ja. Klopt. Als we even snel rekenen, ja. Waar denk je dan zo aan, als ik het over leuke dingen heb? Leuke dingen, dat vind ik vooral ook de sfeer die er is onder het personeel. Dat in die weg dat er heus wel eens wat gebeurd is, want ja, wat gebeurt dat dus niet? Ja. De ontwikkeling van je bedrijf, het groter worden, dat geeft ook heel veel vreugde in je bedrijf. En nogmaals, ja, het samenwerken met elkaar en allemaal de neuzen dezelfde kant op. Ja, daar doe je het voor. Ja, jullie zijn ook eens met elkaar met vakantie geweest, hè? Dalleboel. Ja, dat is ook iets om nooit te vergeten. Wij bestonden destijds 25 jaar. En toen zijn we 3 dagen zijn we naar Parijs geweest. Nou, ze hebben het nog over. De foto onder de Eiffeltoren hangt nog steeds bij mij in de kantine. Kijk hier. Ja, eigenlijk Parijs. We zijn toen Klaas 25 jaar de bakkerij had. Toen is hij met al het personeel naar Parijs geweest. Ze hebben zulke geweldige dagen gehad. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ja, 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 dat was ontzettend bijzonder. Nee, dat was geweldig, geweldig, geweldig. Ja, leuke dingen. Er is natuurlijk ook altijd een schaduwzijde. Ja. Klopt. Ja. Wat heeft je heel erg geraakt? Twee dingen die zijn mij tot op de dag van vandaag vergeet ik die nooit meer. Dat was het overlijden van Gerrie Nagel en van Reinie. En met name ook van Gerrie was, ja, toen ik hier begon, het was voor mij allemaal nog vrij onbekend. Maar Gerrie die was vanaf 1974 betrokken bij deze zaak. Het was als het ware mijn rechterhand. Dus het, ja, dat gaat mij best wel heel wat. En niet alleen mij, maar ook het overige personeel. Toen die kwam te overlijden was het best wel een grote schok voor ons allemaal. Dat was echt wel een diep. Ook van de radio trouwens. Ja. Hoe kwamen nou zo die oliebollen erbij? De gouden ballen. Nou, die goudgele ballen. Ah, ja, dat is ook weer een apart verhaal. Ik werd destijds, dat is ik denk van de eind jaren 90, benaderd door bedrijven van kunnen jullie ons oliebollen leveren? Ik zei, nou ja, dat doen wij in principe niet. Maar ik kreeg steeds meer vragen en steeds meer vragen. En op een gegeven moment denk ik van ja jongens, hier moeten we toch antwoord op geven. Een bakken zonder oliebollen kan feitelijk niet. En Frank en ik, die bakten altijd al voor de kerk de oliebollen met Biddag en Dankdag. Toen zei Klaas Maria, willen jullie dat ook niet hier komen doen? Nou ja, een vispaan opgehaald, een grote vispaan en een kraan er neergezet. En het liep, nou ja, geweldig. Kan je de sfeer ervan omschrijven? Ja, gewoon ontzettend gezellig, want er komen altijd gezellige mensen aan de kraan. Ze moet soms een uur wachten, maar ze staan nog gezellig te wachten en meteen een broodje te maken, hoor. Ja, en toevallig hou ik er ook van. Nou, toen zijn we dus het derde jaar zijn we zelf begonnen. Nou, dat is het is niet meer te missen. Het is niet meer, ja, het is ongelooflijk zoveel oliebollen of er verkocht worden in de laatste maand in december. Ja. We kunnen niet meer zonder feiten. Nee, en dat is altijd weer een feestje, toch? Het is geweldig gezellig. En vooral met name de laatste week, wanneer je buiten staat te bakken, zeg maar. En met oud en nieuw. Mensen die moeten soms wel een half uurtje wachten. Hebben ze er gewoon voor over. Het is altijd gezellig aan de kraam. Dat geeft er even extra glans weer aan, hè? Ja, inderdaad. Dus dit is gewoon een bijzonder iets. Geweldig mooi om te doen. Ja. Het ondernemen zit je in het bloed, dat is duidelijk. Toch ging je ook vrijwilligerswerk niet uit de weg. Je hebt oog voor je naasten, want je deed kerkenwerk. Maar met name de voedselbank neemt toch ook wel een grote plaats in. Jij, hè? Ja. Zorgt toch ook al voor? Ja. Dat klopt. We hebben ook besluit genomen om, je houdt elke bakker die houdt gewoon brood over aan het eind van de dag. En wij vonden een stukje maatschappelijk ondernemen hoorde daarbij, zodoende dat bij wat brood over is, dat het bij de voedselbank terechtkomt. Mm-hmm. En dat het op die manier weer goed verdeeld wordt onder de mensen die het best wel hard nodig hebben. Ja, ja. Ja. Moeten die twee samen gaan, vrijwilligerswerk, oog voor je naasten, is dat een beetje het geheim van goed ondernemen? Nou, vrijwilligerswerk, dat vind ik zelf altijd als een stukje maatschappelijk plicht. Als je dat met elkaar doet en je doet op verschillende manieren je best om ook
je naaste behulpzaam te zijn en dat niet alleenig, maar ook in te zetten voor diverse instanties, zeg maar. Dat vind ik verder niks, vind ik niks bijzonders hoor. Vind je niks meer als je plicht om dat te doen. Dat zie ik je. En met name het middenstandswerk, dat lag me altijd heel na aan het hart, nog steeds. En als iedereen nou zijn best doet daarvoor, moet je kijken wat je met elkaar dan bereiken kan. En nu ga jij het roer overnemen, ja. Hoe leuk is dat? Ja, dat is hartstikke leuk, hartstikke spannend. Ja, vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ja, ja. Komt toch, ik zit nu al 5 jaar in de zaak met mijn vader. En in die 5 jaar heb ik wel heel veel geleerd, zeg maar. Ik heb die 5 jaar ook echt nodig gehad om er wel in te groeien. En mijn vader heeft die 5 jaar ook al nodig gehad om echt afstand te nemen van de zaak. Maar ja, ik vind het wel heel spannend. Er komt niet echt alles komt op je schouders terecht. Ja. En gelukkig doe ik het met mijn vader, dus ik kan altijd wel op hem terugvallen. Maar ja, ik vind en Peter Klaas, heb je daar ook veel aan gehad? Ja, Peter Klaas heb ik nog steeds heel veel aan. Die heeft aangegeven, zeg maar, dat hij wel meer in de bakkerij wil betekenen. Dus die gaat de leiding doen in de bakkerij. Mm-hmm. Dus als we nieuwe producten gaan verzinnen, dan mag hij dat doen. Ja, zo allemaal bij elkaar betrokken eigenlijk. Ja, ja, ja. Want Martijn zegt dat hij wel best wel veel van je geleerd heeft, hè? Ja, dat klopt. Het bakkersvak heeft wel een beetje van mij geleerd, ja. Ja. Er komt veel bij kijken. Ja, het is niet dat je 1, 2, 3 onder de knie hebt. Nee. En jij hebt ook weer veel van je vader geleerd? Ik heb het koekgebeuren, dat heb ik al van pa geleerd. Mm-hmm. Dus van harten maken, witte molens, janagels, dat heb ik al van pa geleerd. Ja. Jullie hadden echt meteen al de rollen een beetje verdeeld? Met Martijn? Ja, dat je dacht van nou dat wil ik graag doen en dat is mijn ding een beetje. Ja, ik heb nooit de intentie gehad om het over te nemen. Dat weer niet? Nee, ik ben nu lekker om 12 uur thuis en dan ben ik klaar. En dat vind je heerlijk. Ja, lijk jij een beetje op je vader? Ja, een beetje hetzelfde? Vind ik wel, ja. Qua karakter wel, ja. Ja, waar zie je dat in? Ja, een stukje eigenwijsheid hebben wij allebei wel. Ik denk dat onze hele familie dat heeft. Maar, dat heeft een beetje nodig om bakken te worden. Ja, ik weet niet of je het nodig hebt, maar dat zit een beetje in onze aard. We denken het graag allemaal dat we het heel goed weten. Ja, maar ja, je vader is er ver mee gekomen. Ja, hij is er heel ver mee gekomen, ja. Ja, hij heeft heel veel opgebouwd. Kan jij dingen goed uit handen geven? Die vraag zou je verder aan een ander moeten stellen. Ja. Ze zeggen wel eens tegen mij dat ik dat moeilijk kan. Mm-hmm. Het is wel zo, ben ik met vakantie, ben dorp uit, dan ben ik echt met vakantie. Ja, dat dan dat laat wel. Je het eventjes los. Maar om de boel uit handen te kunnen geven, die vraag zou je aan een ander moeten stellen. Hoe zou jij je vader willen omschrijven? Ja. Moeilijke vraag, lijkt je een beetje op? Ik heb, nee, totaal niet. Klaas die was goed bij hoor, als ondernemer, die heeft het ontzettend goed aangepakt. Want als je daar een stuk of 6 of 8 meiden om je heen krijgt, die allemaal wel de verhaal hebben natuurlijk en de vrouwtjes. Ik bedoel, dat heeft hij altijd heel goed opgelost. Als er eens wat was, niet, het is nooit erg geweest, maar er was wel eens een wat klein geitje. En hij lost het altijd goed op. Een goede ondernemer. Een goede ondernemer. Hij riep je allemaal even aan pad, dat je niet door elkaar kon schreeuwen. Weet je wel? En dan kost iedereen zijn zegje doen. Hè. Geweldig. En de feestavonden zijn ook altijd geweldig bij. Dat was een hoogtepunt, toch? Dat was zeker een hoogtepunt, maar het was ook wel weer nodig. De laatste verbouwing was in 1997. Dus met het interieur hebben we weer... Ja, 12, 13 jaar mee gedaan en dat is echt naartoe aan vervanging. En zodoende dat we dus ook weer een nieuw interieur waar we dus nu in staan. Dat hebben we dus in 2010 hebben we dat gerealiseerd. En tot volle tevredenheid. Nu komt er weer een hoogtepunt, hè? Martijn gaat het stokje overnemen. Klopt. Wat zie je voor kwaliteiten in hem? Dat is best wel een één kwaliteit staat bij mij bovenaan, dat is zijn manier van omgaan met de mensen. Zeer spontaan, klantvriendelijk, gastvrijheid staat bij hem bovenaan, service, en dat moet je hebben in de winkel. Ja. Je moet toch op die manier toch proberen je klanten vast te houden. Ja, zeker, en daar heb je heel goed over nagedacht, of hij daarin zou passen. Ik heb er goed over nagedacht. Hij zelf heeft er heel goed over nagedacht. En samen zijn we tot de conclusie gekomen, joh, wil je wat? Je hebt een prachtige zaak om over te nemen. Een gezond bedrijf.
dit is je kans. Ja. Dan zometeen Martijn, hè, die het stokje over gaat nemen. Ja. Hoe leuk is dat? Ja, heel erg leuk. Dat mag je ook alweer trots op zijn. Op al mijn kinderen ben ik trots, maar als je dan in de voetsporen van je vader mag verder gaan. Maar dat geeft ook wel spanning, want doet hij net als zijn vader of gaat hij een andere koers varen? En dat geeft ook wel een stukje dat je denkt, zit dat in jou? We kijken er naar uit. Ja, zeker weten. En nu gaat Martijn het overnemen. Ja, leuk, hartstikke leuk voor hem. Maar ik hoop dat hij het allemaal redt natuurlijk, daar gaan we van uit. Want hij krijgt een hoop over hem heen, hoor. Hoezo? Maar zoveel jongens in dienst en zoveel meiden in dienst, hè. Denk erom dat er wat... Wij zien alleen maar de verkoop, hè. Maar er is veel meer hè, in het ondernemerschap. Ja, in een bakkerij draaien het aan. Ja, en de inkoop en weet ik het allemaal, ja. Wat wens je hem toe? Ja, heel veel geluk natuurlijk. En heel veel gezondheid. Dat is het belangrijkste natuurlijk. En dat allemaal goed mag blijven gaan. Kijk, dat is een beetje de theorie. En nu komt de praktijk. Een zaak overnemen met personeel. Kan je je daarop voorbereiden? Nee, ik denk het niet. Ja, lichtelijk wel natuurlijk. Maar je blijft altijd dingen houden die je onverwacht zijn. Als ochtends de telefoon gaat. Van ja, er is een bakker ziek. En dan word je uit bed gebeld. Ja, dan moet je je klofje aantrekken en op de fiets stappen. Mm-hmm. Ja, dat is het nadeel van eigen zaak. Ja, ja. Blijf jij ook wel een beetje, als Martijn het overneemt, een beetje aan de zijlijn? Staan, of? Ja, ik blijf zeker betrokken. Het is ook niet zo dat ik mijn bakkersbroek gelijk weggooi. Want kom dan in de problemen met personeel of wat ook. Dan ga je je eigen zoon die gaat helpen. Dat is twee keer twee, vier is, zo ga je dat ook doen. Dan is het weer helemaal leuk, hè? Ja. Blijft het hetzelfde of het echt een Martijn? Nee, helemaal niet. Het is wel de bedoeling dat ik eerst in hetzelfde vaarwater verder ga varen, zeg maar. Ik ga wel mijn eigen koers settelen. Mm-hmm. Dus er komen ongetwijfeld dingen dat ik zeg van dat ga ik anders doen. Maar daar zullen de klanten in eerste instantie heel weinig op aanmerken. Dat is vooral intern. Want tegenwoordig heb je ook webwinkels en zo. Ja, daar zijn we heel actief mee. Vind je echt een belangrijk onderdeel van je zaak? Ja, zeker. Ja, dat trekt echt aan. We hebben een hele mooie webwinkel. Ja, ik gaf klaashartig.nl. Oké. Gaan we reclame maken. Ja, ik zou het zeker doen. Ja. Dus dat is, maar dat is, dat, je bereikt een heel ander publiek ermee. Hè? Er zitten tegenwoordig heel veel klanten uit Amersfoort, Nijkerk, Baren, Soest. Ja, dus dat is de nieuwe wereld. Het is de nieuwe wereld. Het is een beetje verbreding van je huidige winkel. Is het inderdaad, eigenlijk. En je kan ook niet stilstaan. Nee, zeker niet. Nee. Maar hoe was het om ondernemer te zijn hier in ons dorp? We hebben het mooiste dorp van Nederland, dus wat wil je nog meer? Je hebt altijd goede contacten. Het is altijd, je zat ook in de middenstandvereniging, hè? Ja, klopt. Wat is er zo bijzonder aan om ondernemer te zijn in ons dorp? Nou, weet je, het is niet alleen de ondernemer zijn in ons dorp. Het zal in een ander dorp misschien wel net zo zijn. Alleen, ik ben een echte Spakenbrugger van geboorte. Ik voel me hier thuis. Ik vind dat we een geweldig mooi dorp hebben. En het ondernemerschap. Je bent vrij. Je hoeft geen verantwoording af te leggen. Wat zelf bepaal je en beslissen wat over je doet. Ja, en dat vind ik gewoon fantastisch. Moest ik dat nog doen, zou ik precies hetzelfde doen. This is a man's world. This is a man's world. Oh. But it wouldn't be nothing. Nothing, yeah. Without a woman or girl. Take us on the road, and man made a dress to carry the heavy, heavy load. Man made your electrolytes to take us on to the dark, Man made the bolts for the water, like the Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman, or a girl. No. Man thinks a little bit about a baby girl and a baby boy.
him happy? 'Cause man makes the toys. You know, man thinks about everything. Everything again, yeah, yeah, yeah. Oh, you know, man makes money to buy from other men, yeah. He sees a man's world, but it would be nothing. Thuis komt Martijn en mevrouw en een beetje filmen en een beetje leuk. Hij is echt leuk, man. Is... Ik heb meer dan 40 jaar op zitten, Geertje. En dan, we vullen ons allebei nog gezond. En dan wordt het tijd om eens leuke dingen te gaan doen. Nou, eigenlijk... Beleven en welzijn. Eigen gezond met een mooi begin. Ja, dat bedoel ik. Ja, nog eens gebeurd, Geertje. Ja, maar ik zie echt dat je er zin in hebt. Dus nou, ja. Ik wens jou heel veel succes. Ja, hè? Super. Ja, dankjewel. Het gaat hem helemaal worden. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Echt leuk. Ja. Ja, ik wens hem al het goeds toe en ik hoop dat we nog heel veel jaren met plezier met elkaar werken. Dat hoop ik echt van harte. Nou, dat hopen wij ook, hè? Ja. Succes. Ja, Klaas, je zei het al, hè? Je voelde je als een vis in het water. Je hebt goede keuzes gemaakt om als ondernemer te starten in ons dorp. De mooie bloeiende zaak opgebouwd. Ja. Hoe kijk je er op terug? Nou, ik kijk met een heel blij en dankbaar gevoel terug op die afgelopen ruim meer dan 30 jaar. Ik heb altijd de gezondheid gekregen om het werk goed te kunnen doen. En nogmaals, wat ik net al zei, als ik het om moest doen, deed ik het weer precies zo. Het was mijn ding. Ik heb het altijd met ongelooflijk veel plezier gedaan. Een fantastische tijd meegemaakt. En nogmaals, erg dankbaar ook dat we dat in gezondheid hebben kunnen en mogen doen. Nou, dat is zeker van belang. En natuurlijk bij een afscheid is het ook van dat we vooruit gaan blikken. Want het leven stopt natuurlijk niet. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. En ik hoop inderdaad dat we nog een aantal jaren heerlijk ons op een fijne manier kunnen mogen ontspannen. Ik heb het ook met mijn vrouw gehad. Wij houden van fietsen. Dat doen we heel graag. En eens een keer wat dingetjes doen. Niets moet en alles mag, zeg maar. En daar kijk ik best wel naar uit. Geen druk meer op de ketel. En lekker ontspannen je ding doen. Dat is ook wel eens fijn. Nou, en wij bedanken jou als... Ja, als ondernemer, als Klaas de Bakker, hè, die echt helemaal bij ons dorp hoort. Dat bakker, jij ons voorzien heeft van al die dingen die jij maar te bieden had. Ja. En dat je dat met zoveel vreugde voor ons gedaan heeft. Ja. Wees ervan overtuigd dat het met liefde gedaan is. Oké. Okay. Lieve tieners, we hebben er super veel zin in. En, om met jou samen te werken. Ja. Leuk dat je onze baas wordt. Chickie. En we willen Klaas bedanken voor die vele mooie jaren door lief en leed. Dat is eigenlijk altijd gezellig, heel leuk. En, en we hopen dat hij nog wel een paar keer langskomt. En ik hoop dat anders krijgen we verlangen aan of zo. Een oude topdag heb. Woe! Klaas bedankt!